Goedenavond, mijn naam is Dominique Trocmee en ik zal vanavond het programma High School Flix bespreken. Het High School Flix programma in Canada, in Nova Scotia. Dus even ter informatie ook, we hebben een informatievergadering op 25 januari met onze lokale partner uit Nova Scotia, die hier meer in detail het programma komt bespreken. Dit programma heeft plaats tussen 15 uur en 19 uur. En dan kunnen jullie ook eens converseren met deze partner om meer details te bekomen over dit programma eigenlijk. Dus het High School Flix programma is een programma die even verschilt van het klassiek schoolprogramma. Waarom verschilt dat? Wel, in het klassiek schoolprogramma kan je bijvoorbeeld dus wel het land kiezen, maar niet de regio. Je wordt geplaatst in functie van de gastgezinnen die voor jou kiezen eigenlijk in de meeste landen. En in functie van het gevonden gastgezin ga je dan school lopen in een school in de omgeving van dit gastgezin. In Canada bijvoorbeeld is dat in het kader van het High School Flix programma iets anders. Daar heb je bijvoorbeeld de keuze om de regio te kiezen in functie van het vak dat je wilt te volgen. Dus bijvoorbeeld bij iemand die graag wiskunde of fysica zou volgen, dan kan je dat e-dossier vermelden. Bij iemand die liever filosofie zou volgen, psychologie, een bepaalde sport zou willen beoefenen, zoals ski of ijshockey, dan kun je dat allemaal vermelden en in functie van je aanvraag gaat er dan op zoek worden gegaan naar een school. Dus hier is het iets anders dan het klassiek schoolprogramma. Er wordt dus eerst gezocht naar een school in functie van jouw voorkeuren en nadien wordt er gezocht naar een gastgezin. De gastgezinnen die worden dus betaald, wat niet het geval is in het kader van een klassiek schoolprogramma. Maar in Nova Scotia zijn de gastgezinnen toch heel beschikbaar. Ze gaan dus de student ook gaan beschouwen als iemand van hun gezin, wat ervaring tot even levendig en even interessant maakt als in een klassiek schoolprogramma. Dus in Nova Scotia kan je eigenlijk geplaatst worden in een van de 7 schooldistricten. Je hebt dus in de 7 schooldistricten om en bij de 25 coördinators die steeds beschikbaar zijn om de student wegwijs te helpen tijdens zijn ervaring in het buitenland. In Canada dus in dit geval. Nova Scotia, zoals ik het reeds eerder zei, is gelegen in het noordoosten van Canada, in het Engelstalig gedeelte. En is voornamelijk Engelstalig sprekend, dus 97% van de mensen spreken daar Engels. En een minoriteit gaat ook het Frans spreken, maar dat is echt wel een heel klein gedeelte. Nu, Nova Scotia is een regio die in een heel natuurlijke omgeving is gelegen. Dus je hebt er enorm veel natuur, wilde dieren. Je zult uiteraard in een landelijke omgeving terechtkomen, maar dit maakt het daarvoor niet minder interessant. Integendeel, de mensen zullen meer tijd hebben om met jou te gaan te spenderen. Om jouw wegwijs te helpen in de regio en aangezien dat het landelijk is, kent iedereen elkaar ook, wat voor jou ook heel aangenaam is tijdens jouw ervaring eigenlijk. In het kader van het Nova Scotia-programma gaan de studenten ook telkens een buitenlandse student gaan begeleiden, zodanig dat hij de school op en top kent eigenlijk. Dus er komen studenten van heel de wereld naar Nova Scotia en er worden ook heel vaak activiteiten georganiseerd om een echte interactiviteit te hebben tussen de verschillende studenten. Het programma is dus toegankelijk voor studenten tussen de 15 en de 19 jaar die ofwel willen deelnemen aan een schoolprogramma van korte duur of van lange duur. Dus dat kan voor een trimester, voor een schoolsemester of voor een schooljaar.
De vertrekken die vinden telkens plaats tussen eind augustus en begin september. Of in het kader van een schooltrimester of een schoolsemester tussen eind januari en begin februari, beter gezegd. Dus zoals ik reeds eerder zei, het is niet omdat het betaalde gastgezinnen zijn dat ze minder beschikbaar zullen zijn voor de student. Niets is minder waar. De gastgezinnen die zijn dus heel open, heel gastvrij. En die gaan dus vanaf dag 1 de student omkaderen in al zijn activiteiten eigenlijk ter plaatse. Dus als zij een barbecue organiseren met de familie, wel, dan ga jij deel uitmaken van die familie die rond die barbecue zal zitten. Als zij beslissen om op reis te gaan, wel, dan heb je ook de gelegenheid om met hen een nieuwe regio te ontdekken. Het zijn uiteraard geen verplichtingen, maar in de meeste gevallen gaan de studenten toch dergelijke activiteiten gaan doen met hun gastgezin om eigenlijk de regio en het land beter te leren kennen. Wat interessant is, waarom zouden studenten voor een high school FRIX-programma kiezen in Canada, die toch iets duurder is dan de USA? Dus een schoolprogramma is toch om en bij de 14.900 euro, wat eigenlijk een pak duurder is dan het klassiek schoolprogramma. Maar dus studenten die niet in aanmerking komen voor een klassiek schoolprogramma in de Verenigde Staten, dus bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn dan 18 jaar en 6 maanden, wel, die hebben de mogelijkheid om toch een gelijkaardig programma te doen in Canada en dezelfde ervaring te gaan beleven. Ja, dus ook op een grote campus terechtkomen, ook die typische vakken te volgen zoals ze in Amerika hebben. Ja, net zoals in Noord-Amerika, dan gaan de studenten les hebben tussen 8 uur en 14 uur, 14 uur 30, om in de namiddag hun tijd te spenderen aan een sport zoals ijshockey, tennis, volleybal, baseball, afhankelijk van de mogelijkheden van de campus die je kiest. Voor zij die zich nog willen inschrijven voor dit jaar, dan is dat nog steeds mogelijk. Wel is het zo dat je niet lang meer moet wachten, want eens het programma volzet is, dan zijn er geen plaatsen meer voor Canada. Dus het is zo snel mogelijk inschrijven en dan ben je zeker van je beschikbaarheid. Dus zoals ik zei, de majoriteit is Engelstalig, maar je kunt dus bijvoorbeeld afhankelijk van de school ook bepaalde taallessen gaan volgen. Dus dat zijn allemaal criteria die je kunt vermelden in je dossier. Wel is het zo dat je dossier heel compleet moet zijn, want als er bepaalde zaken niet staan ingevuld, wel, dan kunnen we daar ook geen rekening mee houden. Het is toch een heel complex dossier, maar dat is ook in enige vorm belangrijk naar het gezin toe en naar de school toe, dat ze een beetje een idee hebben wie je bent, wat dat je wilt doen en hoe dat je eruit ziet, wat dat je hobby's zijn. Om dan beter eigenlijk een programma op maat te maken, want ons high school programma is een programma op maat die aansteunt bij jouw specifieke voorkeuren en aanvragen. Dus gelijkenissen met de Amerikaanse cultuur zijn ook dat je een heleboel activiteiten zult deelnemen die door de school zullen worden georganiseerd. Dus bijvoorbeeld prom night, graduation, Halloween party. Wat in de ervaring eigenlijk heel leuk maakt, omdat je dus steeds in contact komt met mensen van de school en dus ook heel veel te weten komt over de cultuur aan de hand van die activiteiten. Merkwaardigheid van de school ook in Nova Scotia is dat ze activiteiten of excursies organiseren naar Montreal en Ottawa bijvoorbeeld, of naar Toronto en Niagara.
Waardoor dat je eigenlijk een heel nieuwe regio zult leren ontdekken. En dus steeds met de coördinatie en de opvolging van de mensen van de school ter plaatse eigenlijk. Dus het is steeds zo dat je toch een ondersteuning hebt, dat je dat niet alleen terechtkomt en dat alles eigenlijk omkaderd is, hè. Dus niet ook omdat het een schoolprogramma is op maat. Uiteraard er is wat meer flexibiliteit. Maar aan je lot wordt overgedragen, dat is zeker niet het geval, want de WIP werd samen met de lokale partner ter plaatse, die er dus steeds is tijdens het verblijf van de persoon ter plaatse. Even ter verduidelijking ook, ik was even vergeten te vermelden dat indien jullie vragen hebben, dat ook kunnen doorsturen en dat ik dan gaandeweg na of tijdens de presentatie deze vragen zo compleet mogelijk zal proberen te beantwoorden. De scholen zijn dus heel grote campussen, waar je bijvoorbeeld een mediazaal hebt, een theaterzaal, een bibliotheek, lockers, wat allemaal eigenlijk ook voorkomt op een Amerikaanse campus. En je gaat dus daar samenkomen met mensen van andere landen ook, want het zijn vooral dus Canadezen die daar zijn, maar het is dus toch een programma waar je in contact zult komen met andere exchange students, waardoor je ook kunt bijleren over hun cultuur, wat alles nog eens leuker maakt. Want niet alleen ga je op ontdekking naar de Canadese cultuur, en ja, ga je ook een beetje als ambassadeur van jouw land vertrekken, omdat je eigenlijk ja, je gaat daar integreren in een cultuur, maar zij verwachten ook dat jij jou integreert in de cultuur ter plaatse en een beetje meer kunt vertellen over jouw land eigenlijk, hè. Ik krijg hier een vraag, bijvoorbeeld hoe ik op school geraak vanuit de gastfamilie. Wel, dat hangt een beetje af van de ene familie op de andere. Dus ofwel gaat de gastfamilie jou gewoon naar school vervoeren? Ofwel ga je de bekende schoolbus nemen die jou naar school zal afzetten? Ofwel zou je dus moeten rekenen op je vrienden die je ter plaatse hebt gemaakt, die jou dan zullen komen oppikken 's morgens om naar school te geraken. Daarom dus dat die integratie in het begin heel belangrijk is. Want in het begin gaat iedereen misschien naar jou toekomen, maar op den duur gaat dat stoppen. Dus dan moet de student ook de touwtjes in handen nemen en niet bang zijn om de eerste stap te zetten, om zelf dingen voor te stellen, om zelf naar de mensen toe te gaan. Want ja, op den duur word je beschouwd als een van hen. En dan is het aan jou eigenlijk om naar de mensen eigenlijk toe te gaan en een bepaald interessepunt samen met hen te gaan zoeken. Dus verschillende type klassen die je kunt volgen, die we bijvoorbeeld hier niet hebben, zijn bijvoorbeeld kooklessen, waar je eigenlijk heel praktijkgericht die lessen zult volgen. Je hebt ook muzieklessen, waar je echt een bepaald muziekinstrument kunt gaan bespelen. Wat heel interessant is voor mensen die bijvoorbeeld nooit de gelegenheid hebben gehad om een instrument te gaan aanleren. Je kunt ook hout bewerken. Je kunt ook tijdens een mechanica-les bijvoorbeeld een auto demonteren en helemaal weer monteren. Tijdens biologielessen analyses doen op een lichaam. Dus het zijn echt heel andere lessen zoals wij hier hebben. En er is ook een echte een echte community-sfeer op school. Iedereen is echt heel fier van zijn school, van zijn campus. En tijdens sportactiviteit gaan ze ook heel fier zijn om hun team te gaan verdedigen ten opzichte van een ander team. Dus de jongeren daar zijn heel blij als ze 's ochtends opstaan om naar school te gaan, om weer te gaan deelnemen aan allerhande activiteiten en bij te gaan leren. De band met de leraars is ook volledig anders. Dat gaat er veel losser aan toe. De studenten heten hun leraar bij de voornaam bijvoorbeeld, of die kan hen ook uitnodigen op een feestje, op een Xbox party of zo. Dus alles verloopt er veel
gemoedelijker aan toe, zal ik zeggen. De mensen zijn echt geboeid in hun school en zijn echt heel fier van hun school eigenlijk. De campussen die zijn enorm groot. Je hebt daar allerhande faciliteiten, zoals ik eerder al benoemde. Wat je ook de mogelijkheid biedt om in contact te komen met andere leerlingen waar je niet noodzakelijkerwijze in contact mee zult komen. Want de meeste lessen zullen we samen volgen met leerlingen uit het vierde, het vijfde en het zesde, omdat dat grotere groepen zijn. En dan kun je bepaalde lessen voorbereiden in de schoolbibliotheek, in de lounge. Je hebt allerhande computerlokalen ook. Dan kun je ook gemakkelijker voorbereiden op de komende les eigenlijk. Andere faciliteiten zijn bijvoorbeeld fitnesscentra, danszalen, basketzalen. Je hebt ook baseballvelden, rugbyvelden. Dus dat is echt veel groter dan in België, omdat ze ook veel meer studenten hebben op een campus dan hier eigenlijk. Om Nova Scotia ook even te situeren, dus Nova Scotia bevat om en bij de 950.000 inwoners, waarvan 370.000 in de hoofdstad Halifax wonen. En jaarlijks delen wereldwijd toch enorm veel studenten mee aan dit programma, die enorm verrijkend is. Het is echt een ontdekking naar jezelf, niet alleen naar de cultuur, maar ook naar de taal vooral. Een integratie in het gezin en in je nieuwe school om bij te leren hoe het elders verloopt en achter de coulissen eigenlijk. Het zal je dus enorm veel zelfstandigheid bezorgen, enorm veel, hoe zal ik het zeggen? Het is een ontdekkingstocht naar jezelf. Je zal er heel verrijpt uit terugkomen en het zal je toch wel helpen in je toekomstige keuzes, zoals bijvoorbeeld je studies. Of een job die je wenst uit te oefenen. Je bent toch een schoolsemester, schooljaar of schooltrimester alleen geweest in het buitenland. En dan ga je eigen netwerk moeten samen smelten. Je gaat op zoek moeten gaan naar hoe het allemaal in zijn werk gaat op school, in je gastgezin. Dus er gaan ook momenten zijn dat het iets moeilijker is. En daar heb je toch een hele ondersteuning ter plaatse die er is om je te helpen indien je daar vragen bij hebt eigenlijk. Ik zie hier dat ik een vraag heb ontvangen. Hoe kan ik mij inschrijven? Dus inschrijven kan je best via de website. Het is een voorinschrijving dat je doet. En van zodra wij je voorinschrijving hebben ontvangen en €100 dossierkosten, dan wordt jou het dossier opgestuurd. En eens dat je het volledige dossier hebt ingevuld en teruggestuurd, dan zal je uitgenodigd worden op ons bureau om een gesprek af te leggen met een van onze teamleden, om een testje te doen van je Engels en ook een psycholoog te gaan ontmoeten. Niet zozeer om je bang te maken, maar eerder om je eigenlijk beter voor te bereiden op het programma die je hebt gekozen en zien of dat jij eigenlijk overeenstemt met het gekozen programma of dat je verwachtingen eigenlijk daarmee overeenstemmen. En om jou niet te zozeer in een richting te pushen die niet de jouwe is. Dus dat is allemaal om je beter voor te bereiden. En eens dat je aanvaard bent dan voor het gesprek, zal je in verschillende termen dus kunnen betalen. Maar de totaliteit moet betaald worden voor vertrek eigenlijk. Het is in termen van 25% telkens. En voor vertrek heb je dan ook een oriëntatieweekend tijdens het welke je zal worden voorbereid aan de hand van allerhande workshops om je ervaring het beste te laten verlopen in Canada eigenlijk. Ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Dus hier heb ik nog enkele foto's van de voornaamste activiteiten die je daar kunt uitoefenen. Dus nogmaals, het is belangrijk dat je dat ook allemaal in je dossier vermeldt, zodanig dat wij ook een duidelijk beeld hebben
van wat je wenst te doen in het buitenland, wat voor jou het belangrijkste is, of je echt een bepaald vak wenst te volgen, een bepaalde sport. Ik zie dat er geen directe vragen meer zijn. Dan had ik nog even willen zeggen dat je dus dat jullie allemaal welkom zijn op 25 januari tussen 15 uur en 19 uur om onze lokale partner uit Nova Scotia persoonlijk te ontmoeten. En hij zal dan nogmaals in detail het programma bespreken, zodanig dat jullie echt een heel duidelijk beeld krijgen over het programma. Zijn jullie geïnteresseerd, moet je niet specifiek inschrijven voor deze infodag. Jullie zijn meer dan welkom om hierop te komen assisteren. Zo, wel, als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten op 25 januari. Om onze partner uit Nova Scotia te kunnen verwelkomen. Bedankt en fijne avond verder.